We zijn weer aan het kaarten en Marco is er bijna. Het is maandag en het voelt ook echt als een maandag. Sarah en ik konden allebei niet heel goed ons bed uitkomen. Ik wel gedaan, zij wilde er echt niet uit. Ik sta met mijn jas klaar en Sarah is de laatste hap ontbijt nog aan het eten. En we moeten weg, dame. Dus eet alsjeblieft nu door. Dat gezicht. En ik ga dadelijk gewoon weer verder met foto's en zo. Ik heb de overleg vandaag. Dus ik heb echt gewoon een normale doordeweekse dag. En de overblijf, ja. Vrijdag ben je vrij, heb je studiedag. Dus even helpen. Vandaag wasdag. Ik heb een hoop wasjes te draaien. Ik heb dit net allemaal gestreken. En dat is in de kasten erbij. Maar het zijn allemaal leeghangers, dus het past allemaal niet zo goed. En het was natuurlijk allemaal een beetje rommel en alles de afgelopen weken met verbouwen. Ik moet wel zeggen dat er nu echt schot in de zaak komt. We zitten in de opbouwende fase. Alleen ja, het is soms lastig als je overdag druk bent. En dan moet 's avonds, maar ja, dan slaapt Sarah ook. Dus dat gaat ook niet altijd. En ik kan niet wachten tot we gewoon weer in de slaapkamer kunnen slapen. Gewoon normaal, dat ik gewoon weer altijd normaal bij mijn kleren kan. Daar hou ik ook wel van. Dat vind ik best prettig. En ik wil hem ook gewoon graag herinruimen. We hebben natuurlijk een nieuwe kast. De kast die in de slaapkamer stond, die gaat naar zolder. Want daar komt ook zeg maar een speelstukje voor Sarah. Zodat niet alle speelgoed in de woonkamer meer hoeft. Daar moet natuurlijk ook een kast weg. Dus ja, daar zit ik echt op te wachten tot dat allemaal kan. De volgende verbouwing staat ook al in de planning. Dus we moeten echt nog wel even flink door. We hebben onszelf 14 maanden gegeven om alles af te maken. En dat is echt een hele lange lijst. Dus goed. Maar voor nu wassen. En de kasten weer helemaal vol krijgen. Nou, de was draait. Alles wat ik kon strijken heb ik gestreken. Alles opgeruimd. Dus ik ga even snel een klein stukje verder met... Oh, grappig. Met de foto. Ik dacht dat ik deze niet had afgedrukt. Dit is de eerste keer dat ik met Sarah naar buiten ging ooit. En nu zie ik opeens dat ik hem dus wel heb afgedrukt. Want ik dacht wel, oh, dan moet ik een gaatje voor vrij houden. Dat vond ik wel leuk. Dat is toch wel echt zo'n mijlpaal ding. Maar ik zie dus dat ik hem gewoon wel heb. Al dacht ik dus echt, ik was er echt van overtuigd dat ik hem niet had. Ja, al kan ik even 10 foto's inplakken, heb ik dat toch weer verder gedaan. En ik doe ook altijd bijvoorbeeld, ik laat de achterkant nu expres zien. Geboortekaartjes, als ik dan een kindje voor het eerst zie, dan... doe ik die erbij in de fotoalbums. Dan hebben ze toch een mooi plekje. En dit was bijvoorbeeld best wel bijzonder. Sarah is op dezelfde dag geboren als Shaina. Dus het was best wel laat. Het was pas na 12 dagen. Terwijl met Natanja was ik er binnen 24 uur. Maar ja, we zaten allebei met kraamvisite. En ik moest best wel herstellen na mijn bevalling. Dus ja, dit is zo schattig. Echt te cute. Nou, dan doe ik die kaartjes erbij. Dan hebben die gelijk een... mooi plekje, zwerft dat niet rond, kan ik ze toch bewaren en dan is het gewoon helemaal leuk. Dus ik ga even snel wat fotootjes inplakken, heb ik dat ook weer gedaan. En zo ruim ik dus ook al die losse kaartjes op. Kom ik dingen tegen die ik nergens bij kan gebruiken, heb ik dat ook gelijk opgeruimd, want dan gaat dat weg. En dan krijg ik weer ruimte in mijn kasten. Zo grappig, ik heb trouwens vandaag opeens weer veel meer krul. Ik heb ander spul maar gedaan. En dat brengt mijn krul weer terug, want die permanente is er voor het grootste gedeelte wel uit. En ik vergeet elke keer mijn kapsel te bellen. En donderdag is ze weer aan het werk, dus donderdag moet ik weer een nieuwe poging doen of het lukt om te bellen. Ik ben toen ik thuis kwam net gelijk weer verder gegaan met foto's. Ik ben echt een eind weg. Het meeste wat ik heb afgedrukt is ingeplakt of gesorteerd. De rest ligt op datum. Ik ga nu weer naar school Sarah ophalen. En dan moet ik even kijken of het nog lukt om nog een stukje te doen, maar ik zie wel. En anders ga ik daar morgen weer mee verder, maar ik ben goed op weg. Oh ja, en ik moet dadelijk, dat moet ik voor mezelf even niet vergeten. Ik had wat dingen waar wat losse flyertjes, kaartjes en zo bij moeten. Die moet ik niet vergeten erbij te zoeken. Ik heb net Sarah uit school opgehaald. En daarna moest ik gelijk bellen met de
schade-expert van de verzekering. Daar heb ik best een tijd mee aan de lijn gezeten. Eigenlijk gelijk totdat ik moest koken. Dus ik heb een beetje een gat zo in de dag. De laatste dingen besproken. Daarna heb ik de... Dit zijn allemaal schade-specificaties. Die hele lijsten heb ik uitgeprint. Dit zijn stapeltje A4'tjes. Van alles wat weg is en schades. Die moet ik nu gaan doorlopen. En als ik daarmee klaar ben, moet Marco ook even doorlopen. En als we er akkoord mee zijn, dan moeten we dat weer bevestigen. En dan kunnen we eindelijk onze schadevergoeding krijgen. Er valt ook nog een heel stuk bij van reparaties die niet vergoed zijn. En die we dus zelf moeten doen. Maar daar krijgen we dan wel financiële vergoeding voor. Dus dat moet ik ook allemaal even nalopen, kijken of dat klopt. En ja, het is best wel veel bij elkaar. Dus ik ga dit even doen en dan ben ik voorlopig nog even bezig. Ik moet ook nog editen. Want dat wil ik ook echt bij je houden. En ja, zo vliegt de avond wel. Het zijn voor jullie denk ik ook op deze manier niet altijd de leukste vlogs. Maar ja, ik heb die dingen gewoon te regelen. En ik zeg dat ook heel vaak. Maar ja, soms, zeker door de week, is dit mijn leven. En soms is het wel heel gezellig en leuk. En soms heb ik dit soort dagen. En ik hoop wel dat ik dit gewoon nu snel heb afgerond. Want als dit is afgerond, kunnen we het ook gewoon afsluiten, zeg maar. En oh ja, dat is ook wel beter. Het is nu maandag. Woensdag komt het raam. Dat was natuurlijk ook een schade, gewoon door pech. We hadden gewoon een pechraam. En ik dacht eerst hebben we daar iets gedaan. Maar ik zou niet weten wat. Het sprak de verzekering. En toen kwam ik er daardoor achter dat, dat het gewoon echt een gevalletje pech. En dat het wel eens vaker gebeurt. Dus dat raam is gewoon geklapt. Ja, dat kan wel eens gebeuren. Dan heb je zeg maar net een pechraam. En dat hadden wij natuurlijk weer. En dat echt, dat is al vanaf de zomer zeg maar. Eind zomer. Ja, het is nu natuurlijk januari. Ja, ze heel verhaal geworden elke keer met glas dat dan besteld en dan hoorden ze niks en weet ik veel wat allemaal. En nu overmorgen, dus eigenlijk over anderhalf dag, komt er een nieuw raam in, nieuw glas. Dus dan doe ik mijn raam het weer mega fijn. Daar ben ik echt heel blij mee. De slaapkamer gaat de goede kant op. Dit bijna afgesloten. Mijn huis, de opruiming gaat goed. Dus ik heb wel echt zoiets van, dit gaat wel gewoon echt een beter jaar worden. En daar gaan we voor, daar werken we echt keihard voor. En we hebben gewoon heel veel leuke doelen op de planning. Dus alle saaie dingen zijn zeg maar wel echt voor een planning voor heel veel leuke dingen. Dus bear with me. Het komt allemaal goed. Ik ben er in ieder geval heel positief over. En ik ga nu in ieder geval mijn lijsten waar ik zin in heb even helemaal doorlezen. We zijn weer aan het kaarten en Marco is er bijna. Waar bijna? Bij de 10.000. Oh. We gingen tot 1000 tot 10.000. Jij staat op 9.335 en ik op 7875. Dus dat is niet echt helemaal de bedoeling. Zeg maar goed, ik ga nu wel uit. Dus ik hoop dat ik iets meer punten haal dan jij, maar dat zal wel weer niet. Eindstand, ik heb vet verloren. Marco had ook echt wel heel, heel veel geluk. Je kreeg wel echt gelijk die vrouw natuurlijk op tafel. Dus we zijn een nieuw potje beginnen. Begonnen. Een rare zin. Je lachte. En we zijn ontbijt voor avondsnack aan het eten. We hebben allemaal crackers. En Marco heeft kaas en we hebben jam. En jij doet er lang over. Ja, nee, ik moet even nadenken. En het blijft heel de avond 7 uur. Marco moet de batterij vervangen, want ik kan er nooit bij. Nieuw potje ging gelukkig een stuk beter. En nu hopen we maar dat het blijft gaan. Ik ga lekker naar mijn bedje. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. En zie ik je morgen. Doei doei.